automobiel. My baby sign and take the wheel. Met alle bedrijven samen, dan zit je rond tafel en die heeft die, dat idee en dan, ja, je hebt een kaartrace, je hebt iets voor de kinderen, je hebt iets voor de volwassenenwedstrijd en dat hebben ze allemaal graag. En dan kom je van 1 plus 1, is dan geen 2 meer, maar wordt dan 3. Anxious till the way I feel. Zo tof, zo plezier. De meerwaarde dat wij dus met enorm veel bedrijven waren die zeer gemotiveerd deze dag tegemoet gekeken hebben. Dat we de handen beter in elkaar konden slaan voor een nog meer geslaagdere organisatie. En dan naar het publiek toe dat het volk op één plaats heel veel bedrijven kon bekijken. En dus het was een echt feest. We hebben samen heel veel publiciteit rondgemaakt. Mensen komen de verschillende bedrijfstakken benaderen en ieder bedrijf heeft wel iets te bieden. Het is meer dan de moeite waard om het in een gemeenschap te doen. De voordelen is dat het als een echte krachtbal naar buiten komt. Mensen kennen het idee Open Bedrijvendag al, gaan er automatisch heel wat makkelijker op inpikken. Mensen gaan makkelijker van het ene bedrijf een beetje zappen naar het andere bedrijf en gaan die dag een waaier van mogelijkheden bekijken. Met mijn klein budget kan ik dat nooit rondkrijgen voor een gewone open deurdag. Met Open Bedrijvendag kost me dat gewoon veel minder en kan ik profiteren van de grote kapstok in feite. In mijn bepaalde situatie heb ik ook meer media over de vloer gekregen. En zonder Open Bedrijvendag had ik die 3600 bezoekers niet. Voor hetzelfde weekend kan ik in een korter tijdspanne meer mensen bereiken. Het kost me minder, ik heb er ook minder werk aan en het brengt meer mensen naar mijn zaak. We really just go to trade shows where other companies manufacturing garden products show their products to the retailers. And no, it's something completely new to me, but I think it's a very good idea.